Ja, nu gaan we eindelijk de starter kiezen. Daar is Rowletje weer. Cyndaquiltje. Ja, ja. En Oshawott met de scherpe tandjes. Yo, Nintendo fans. Welkom bij de tweede aflevering van Pokémon Legends Arceus. Gisteren hebben jullie kunnen zien hoe ik Professor Leviton en Akari heb ontmoet. En nu moeten we een trial gaan doen om ons te bewijzen dat we het waard zijn om hier te mogen wonen, te mogen eten, te mogen slapen. Maar dat slapen, dat is eigenlijk wat we nu de eerste nacht soort van gratis krijgen. Weet je wat, laten we gewoon lekker gaan slapen. En op dit moment is het nog echt de vraag wie Arceus eigenlijk is. En mijn vraag van de dag is, wat vind jij van Arceus? Volgens mij is Arceus gewoon de allersterkste Pokémon die er bestaat. Zo, wij gaan even lekker slapen en ik weet niet, is dit een droom? Ja, ik hoop dat dit een droom is, want het gaat helemaal fout hier. Oh, kijk die Bidoof en Bidaryl daar. Ah, dit is nog een gat in de lucht. Oh my god. Gosh, dat is een flinke donderstraal. Anyway, de volgende dag. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? We zijn wakker. Zo fijn. Ben jij ook wakker? Doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten, zodat je geen enkele video mist in deze serie. Akari die zegt, goedemorgen Rikachu. Heb je lekker geslapen? Vandaag is jouw trial. Oké, let's go. Ik ben ready. Sowieso. Ik ben altijd ready voor trials. Ik vind inderdaad jouw kleren wel mooier dan mijn kleren, Akari. En Akari die zegt, nou, lekker weertje. Lekker slapie. En Akari die zegt, het is een lekker weertje. Ik hoop dat je goed geslapen hebt. We gaan naar de hoofdkwartieren. Captain Celine die wacht op je. Oké. Ik volg je. Let's go. Rennen. Sprinten. Oh, je kan zo sprinten. Mop. Ik voel me net een Ferrari, jongen. We zijn in de grote Pokémon Mansion. En de kantoren die zijn op de eerste vloer. Oh. Oké, er is een nieuw persoontje, Purcell, die zegt, niet opgeven, hou je ogen open. De wilde Pokémon, ze waren overal, ze vielen vanaf elke kant aan. Ik heb mijn partner Pokémon eruit gestuurd, maar we zijn overweldigd, dus we hebben het niet kunnen redden. Dit is wat er gebeurt als je zo ver weg gaat. Maar het medische team helpt je wel, joh. Oh, dus dat is een Pokécenter. En Akari zegt, zonder partner Pokémon wordt deze trial nogal lastig. Dus nu gaan we nu eindelijk de partner Pokémon kiezen? We worden naar Celine geleid. Die, wow, oké, dat is echt een studiebol zo te zien. Celine zegt, kom maar binnen. Kom maar gezellig hier naar binnen, Rikachu. Oh, je hoeft niet zo zenuwachtig heen en weer te lopen. Celine zegt, laten we gewoon tot het punt komen. Als je de Galaxy Expedition team wil joinen, dan moet je jezelf wel even bewijzen in de Obsidian velden. En daar drie verschillende Pokémon vangen. Bidoof, Starly en Shinxie. En Akari zegt, nu al drie. Wat? Dat is niet normaal. Dat is nog nooit iemand gelukt. En Celine zegt, ja, maar is dat hem gisteren ook niet al gelukt? Mijn trial moet voor hem niet al te moeilijk zijn. Oh, kijk die Abra daar. Super vet. Het Galaxy Team zorgt niet voor mensen die niet voor hun willen zorgen. Als je wilt blijven, moet je je gewoon bewijzen. Ik leen je een van de Survey Corps satchels. Een tasje, denk ik. En daarmee kunnen we alles verzamelen wat we nodig hebben. Ja, kijk, dankjewel. Een mooi buideltasje voor op mijn rug. Het staat inderdaad voor geen meter, man. Dit is geen fashion, joh. En Celine zegt tegen Akari, ik verwacht dat jij me helpt als het helemaal fout gaat. Mijn eerste opdracht. Let's go. Er zijn twee soorten dingen, missies en requests. Missies moet je doen om je avontuur te vervolgen. En requests mag je doen, die zijn niet verplicht. Jouw Leviton komt ook nog even lekker binnenstampen. Goedemorgen allemaal. En Akari zegt, is er wat aan de hand, professor? Om je Pokédex compleet te maken en om te overleven in dit onvergevelijke land, moet je deze trial absoluut halen. En als de professor van Pokémon, dan heb ik de oplossing daarvoor. Ja! Nu gaan we eindelijk de starter kiezen. Daar is Rowletje weer. Cyndaquiltje. Ja, ja. En Oshawott met de scherpe tandjes. Ik had in de vorige aflevering eigenlijk al gezegd wie ik wilde kiezen. Omdat ik dacht dat we er al eentje mochten vangen. Ja, we mogen er eentje hebben, joh. Maar hoe kom je nu weer aan drie nieuwe dan? Ze waren toch allemaal weggerend? Oké, jongens. Wordt het Oshawott? Wordt het Cyndaquil? Wordt het Rowlet? Rowlet wordt het niet. En jullie gaan er later achter komen waarom niet. Want normaal gesproken zou ik altijd voor Rowlet gaan. Maar nu ga ik voor Cyndaquil. Yay! Let's go. Nou, kijk hem naar me toe lopen. Super cute. Ja, Cyndaquil is toch wel leuk hoor. Ik heb Cyndaquil een beetje onderschat, denk ik. Kijk, Oshawott is echt boos dat hij niet is gekozen. Kijk hem staan. Waarom kies je mij niet? En Rowlet denkt gewoon, nou chill, kan ik gewoon nog verder slapen. Nou, dankjewel professor. Mijn allereerste Pokémon Cyndaquil. Yay. Ik ben tevreden. Hey. Nou, ze zijn toch nog wel aardig. Ze juichen voor mij en Cyndaquil.
minder Quill. Of misschien zijn ze een beetje jaloers. Nou, maar zij mogen gewoon de professor verder gaan helpen. Dat is ook hartstikke leuk, joh. Nou, let's go. Ik wil de Pokémon gaan vangen, joh. Genoeg gepraat nu. Oh, nog meer Pokéballs. Nog 20 erbij, joh. Lekker, man. Oké, go, go, go. Bidoof, Shinx, Starly. Ik kom jullie halen. Het lijkt wel Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Want die drie Pokémon, die kom je ook continu tegen in het begin. Maar het is natuurlijk ook het oude Sinnoh. Het is dezelfde regio als Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. Maar dan veel vroeger, veel eerder in de tijd. Hallo, wie ben jij? Die zegt, oh, wat een vreemd mannetje ben jij. Ik ben Volo van de Ginkgo Guild. Als je huurlingen nodig hebt, dan moet je ons eventjes bezoeken. Ik heb al veel over je gehoord. Je bent zomaar uit de lucht gevallen bovenop je bakkes, hè? Ja, dat ben ik. Dat ben ik. Ik ben die gast die gewoon zo, hoppakee, face down in het zand viel. Oh, wat? Oh, je wil met mij battelen? Oké, okay, let's go, let's go. Laten we deze battle doen. De allereerste battle ooit. Dus jij wil stoer doen tegen mij dat iedereen jou moet bellen als ze willen vechten, hè? Oké, okay, oké. Okay. Nou, dan hoop ik wel dat je van mij wint. Want ik heb letterlijk net een Pokémonnetje gekregen. Hè? Jij hebt een Togepietje. No. Let's go, Cyndaquil. Wij kunnen die Togepi aan. Battle. Oké, okay, let's go. Fight. Quick attack. Fuck hem. Oh, we kunnen ook gewoon zo rondlopen nu. Oh, dat is grappig. Dan kunnen we de battle gewoon vanuit allerlei kanten bekijken. Super cool. Quick attack. Fuck hem. Beam. Pak die Togepi. Hier, ik hou hem vast. Ik hou hem vast. Ik hou hem vast voor je. Ik hou hem vast. Pak hem. Pak. Oh. Ik viel zelf ook neer. Te grappig. Ja, maar we hebben wel flink gewonnen trouwens. Volo zegt moves, items, gebruik ze en de wereld zal voor je openen. Dat is een mooie levensles, joh. We zijn al level 6 geworden met Cyndaquil. We hebben een nieuwe move geleerd. Ja, dit was leuk. Dit was hartstikke leuk. Nou, Pokémon leren natuurlijk nieuwe moves als ze levelen. En nu kan je de moves gewoon ten alle tijde veranderen. Dat is echt super chill. Dus je ziet een overzicht van moves die kan. En dan kies je er 4 van en die kan je gewoon ten alle tijde vervangen. Dat is echt nice. Nou, we worden even geheeld. Dankjewel. Ja, jij wou zomaar met mij vechten, joh. Oh, en we krijgen Potions. Nou, helemaal top, joh. Wat een... Er zijn toch wel aardige mensen hier. Ik dacht dat iedereen hier chagrijnig was, maar dat valt mee. Doei, later. Tot de volgende keer. Oké, okay, Akari, let's go. Naar de Obsidian Fields. Inderdaad, let's go. We moeten aan de mensen vertellen waar we naartoe gaan. Dan komt iemand me namelijk helpen als we verslagen worden. Oké, okay. Moet dat? Of zeg je dat gewoon dat moet? Dat hoeft vast niet per se. Ik ga hier naartoe. Ja, we gaan naar Fieldlands Camp. Let's go. Dit is ons kampiampie. Oh, hier worden we ook gewoon beschermd. We worden geholpen door een guard. En we moeten dus Bidoof Starly en Shinxie gaan pakken. Let's go! Oh, professor, wat doe jij hier, jongen? Leventon heeft de verantwoordelijkheid over mij gekregen, maar hij zegt van, nou, Rickachu kan ze wel voor zichzelf zorgen. Oké, okay, laten we beginnen. De trial, hoppakee. 3 Pokémonnetjes vangen. Akari, laat me de Pokémonnetjes vangen. Kijk, dat is mijn gezicht in de thumbnails altijd. Dit is Aspiration Hill. En de Pokémon die je moet vangen leven hier allemaal. Wat een mooi gebiedje, joh. Obsidian Fieldlands. Let's go. Daar loopt al een Bidoof. Ja, die gaan we pakken. Jij bent van mij, vriend. Ja, hallo. Niet wegrennen. Blijf hier. Blijkbaar moet je zo lang mogelijk de ZL-knop ingedrukt houden. Dan heb je een betere kans om de Pokémon te vangen. Oké, daar is die, daar is die, daar is die, daar is die. We gaan hem pakken. Ja, of moeten we nu naar Akari? Ik moet naar Akari, hè. Ik mag jou nog niet vangen, hè? Oh, nee, we konden hem wel vangen. Oké. Okay. 1, 2, 3. Hatsaflats, Bidoofy. Kom maar, jongen. Hatsikideetje. Yeah. Lekker. Oké, okay, volgende Pokémon. Starly. Akari vertelde net dat Bidoof een Pokémon is die niet makkelijk wegvlucht. Er zullen vast wel Pokémon zijn die wel makkelijker wegvluchten. Is daar Starly? Ja, kijk, deze rennen weg als ze bang zijn. Hallo. Die ziet er wel leuk uit. Dit ziet er gewoon prima uit, jongens. We moeten dus bukken. En we moeten in het gras, want dan zijn we minder makkelijk om te zien. Oh, niet rennen, joh. Straks laat je die Starly schrikken. Waarom ren je weg, gek? Waar is die eigenlijk? Starly, waar ben je? Oh, daar ben je. Ga je pakken? Hier, op je bakkes. Heerlijk dat we gewoon die Pokémon zo vol op hun bakjes mogen gooien. Dat is echt lekker. Oké, okay, Starly hebben we ook in de pocket. Ze wil ons nog iets leren. Dat heeft waarschijnlijk met berries te maken, denk ik. Oh nee, ze gaat ons uitleggen hoe je een Pokémon moet gooien. En hoe we een Pokémon de wereld in moeten gooien. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, en zie je hier, berries. Ik had ze al gesnijpt, jongen. Oh, je moet je Pokémon's bal gooien tegen bomen en zo. En dan vallen die berries blijkbaar op de grond. Wacht even, dan moet je op X drukken. En dan gooi je zo. En dan bam, tegen die boom. Oh. Ja, lekker. GG. Maar nu, Shinxie Winxie. Akari heeft hem al gespot. Oh, oh, oh. Dit is serieus business. Dit is serieus. Shinx is agressief. Ja, ja. De moeilijke blik wordt opgezet. Oké, okay, oké. Okay.
Ik ben geconcentreerd. Als agressieve Pokémon geïrriteerd raken, dan zullen ze nooit in de Pokéball gaan die je naar hem toe gooit. Als je ZL gebruikt, dan zie je hoe makkelijk een Pokémon te vangen is. En hoe meer pijltjes erboven staan, hoe makkelijker die dus te vangen is. Oké. En als er een X'je boven staat, dat betekent dat hij met je wil vechten. En dan kan je hem dus niet vangen. We moeten deze Shinx dus eerst battelen. En daarna kunnen we hem vangen. Let's go, Cyndaquil. Kijk, kijk maar kijken zo. This is the moment. Ja, kijk. Hij is boos. Hier, Shinx. Hier. Bam. Cyndaquil op je hoofd. Ah, hij is enthousiast. Hij vindt het leuk. Hij wil battelen. Hoppakee. Amber. Doe je vuuraanval. Ja, lekker gedaan, joh. Oh. Hij is burned, denk ik, of zo. Shinxie. Shinx, laat mijn Pokémon met rust. Laat mijn Cyndaquil met rust. Lekker. Embertje. En daar... Oh, dit was fout. Dus je moet tijdens de battle moet je hem vangen. Je moet hem dus niet verslaan. Amber! Ja, lekker. En dan moeten we hem vangen. Ja, oké. Dus dit is als in de klassieke games. Eerst je Pokémon verzwakken en hem daarna vangen. Ja. Ja, cool. Leuk. Leuk dat het zo werkt. Het is wel lekker gevarieerd of zo. Nou, anyway, we hebben Shinxie. En Akari zegt, wow, je bent echt een gift die uit de lucht is gevallen. Ik denk dat de Survey Corps heel blij met je is en dat we met jou de Pokédex compleet gaan krijgen. Dit is geweldig. Maar ik ben nog steeds nieuwsgierig waarom jij uit de lucht bent komen vallen bovenop je bakkers in het zand. Anyway, we moeten terug naar de professor. De eerste opdracht is gelukt, man. We hebben gewoon gefixt. Hatsenflatsie. Lavender zegt, gefeliciteerd. Je hebt je eerste stappen genomen. We moeten hier echt even een foto van maken. Met deze skills is het voor jou een peulenschil. We kunnen het beste maar teruggaan naar Captain Celine. Naar Jubilife Village. Ja, laten we dat doen. Ja, dit was inderdaad niet super moeilijk om deze drie Pokémon eens te pakken. En daar zijn we weer door. Akari zegt volgens mij... dat we de Pokémon die we hebben gevangen kunnen laten leven hier binnen de muren van de stad. We kunnen 6 Pokémon meenemen naar het veld, zoals altijd. Maar er is nog nooit iemand geweest die ook 6 Pokémon heeft gevangen. Zo mooi. Lavender zegt, kom op. We moeten naar de hoofdkwartier. We moeten Celine niet laten wachten. Dit was easy, jongens. Bidoof, Shinxie, Starly, we hebben ze easy gevangen. Ik denk dat wij uit de toekomst komen. Als je naar mijn kleren kijkt... dan denk ik dat wij gewoon eigenlijk een hele geskilde Pokémon trainer zijn eigenlijk. En dat we daarom zo goed zijn om Pokémon vangen. Celine, het is gelukt. Wow, oké. Celine zegt, nou, het lijkt erop dat je je toch niet achter hoeft te laten zodat je doodgaat. Rustig aan, jongen. Hij feliciteert ons. Nou, dankjewel. We hebben de eerste trial gehaald. En nu kunnen we dat zakje wat we hebben gekregen, dat mogen we houden. We hebben indruk gemaakt op Celine. Je hebt het gewoon gehaald. En hier krijg je een uniform. Oh, thanks, man. De Survey Corps uniform. En de Survey Corps sandalen. We moeten even onze outfit veranderen, want we horen nu... officieel bij de Survey Corps. En mijn eerste opdracht is om me om te kleden. Oké, man. Oké, waar kunnen we omkleden dan? Hier is het Pokémon Center. Oh, nee. We moeten naar base camps om een Pokémon te laten rusten. Om ze te healen. Blijkbaar niet hier. Ik denk dat we hier terechtkomen als we echt down gaan. Oh, wow. Er ligt hier iemand. Wow. Yo, het gaat helemaal niet goed met deze persoon. Hallo, gaat het? Oh man, dit is gewoon het ziekenhuis. Dit is het kantoor van Leventon. Ja, dit is ook zo'n chaot. Oh, kijk, we moeten naar een ander gebouwtje. We moeten hier naartoe. Even kijken, waar is dat dan? Hey, is dat hier? Oh, we moeten nog een deurtje verder, jongens. We moeten denk ik hier naar binnen. Nee, moeten we dan hier kijken? Is hier een spiegel? Hallo, ik ben op zoek naar een spiegel. Het vinden van een spiegel is moeilijker dan Pokémon vangen. Oh, kijk, daar moeten we naartoe. Hier kunnen we wel naar binnen. Oh, we moesten gewoon naar mijn eigen huisje, naar mijn eigen barak. Ja, ook logisch eigenlijk wel. Het is wel logisch dat je even naar je eigen huis gaat om je om te kleden. Oké. Kijk, hier, mooie spiegel. Hé, deze hebben ze ook in Animal Crossing. Precies hetzelfde spiegels. Oké, waar is mijn outfit? Ja, hier is... Ja, kijk. En de sandaaltjes. Ja, pro... Oh, die vind ik niet zo mooi. Dit is, lijkt wel alsof ik gewoon Pokémon aan mijn voeten heb hangen nu of zo. Ja, prachtig. We zijn nu een echte Hisuian core mannetje. Yo, jij en ik, we lijken wel broer en zus nu. Wij zijn de Hisuian family gewoon. En Celine zegt, ja, jij mag blijven.
in jouw hoofdkwartiertje. Nou, dankjewel. Dat is aardig. Blijkbaar ben ik de beste hier ooit. En je mag me best wel nu al met iets meer respect behandelen, Celine. Maar oké, we krijgen nog iets. Oh, we krijgen petje. Ja, nice, nice. Nou, dankjewel voor deze outfit. Ik ben je heel dankbaar. Ziet er goed uit allemaal. Oh, wow, 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 wow. We moeten naar de commander. Oké, rustig aan, man. De commander die is blijkbaar boven. Commander Kamado. Kamado Sebarago. Oh, die is helemaal boven, joh. Die heeft echt de beste kamer hier in deze hele Village Mansion gekregen. Hé, hey, yo, man. Jij ziet er wel impressive uit met je mooie snor. Hij wachtte al op ons. Oeh, oeh, oeh. Oordringend geluid. Indringend geluid in mijn oor. Ik ben Kamado, commander van de Galaxy Expedition Team. Dus jij bent Rikachu. Ja, meneer. Ik ben Rikachu. Wil je ook even duimpje omhoog abonneren op mijn YouTube-kanaal? Dat zou ik echt super chill vinden. We hebben bijna 70.000 abonnees. Mensen hebben mij over jou verteld. Inclusief hoe jij op je bakkes bent gevallen vanuit de lucht. Ah, laat maar eens zien wie jij bent. Wij gaan vechten. We moeten hem proberen te laten vallen. Of we moeten hem op hem afrennen. We gaan op hem afrennen. Ja, ik neem het gewoon letterlijk. Oh, oh, wacht. Oh, volgens mij... ik lig weer op de grond, jongens. Dit gaat niet goed. Hij zegt, nou, je hebt wel lef. Je moet aan je sumo-techniek werken, maar je hebt potentie. Daar zit potentie in. Nou, verwacht maar geen warm welkom van iedereen. Sommige mensen veranderen buitenstaanders totaal niet. En sommigen die, ja, die wel. Anderen weer niet. Mensen zien jouw verschijning als een slecht teken. Maar ja, je hebt de trial gehaald. En nu ben je deel van Jubilife Village. Yeah! We moeten de Pokédex compleet zien te krijgen. We moeten lekker opdrachtjes uit gaan voeren. Maar we worden wel gewaarschuwd door de commander. Pokémon zijn enge wezens. Pas op. Ik neem je advies ter harte. En we hebben de eerste missie. De Galaxy's Team Entry Trial gehaald. En de hele bende van ellende is compleet. De commander heeft me geaccepteerd inderdaad, Celine. Maar we moeten begrijpen. We zijn nog geen ster. We zijn geen ster. We zijn een no-star. Oftewel, we moeten onze sporen nog verdienen. We hebben gewoon geen rank op dit moment. Ja, nou top. Ik heb al 6 Pokémon gevangen voor jullie. Maar maakt niet uit. Ja, als je goed je best doet, dan word je hoger in rank. Hoe meer je toevoegt aan de Pokédex, hoe hoger je rank wordt. En dat blijft het doel. Elke Pokémon vangen die er is. Nou, we krijgen nog een cadeautje. Celine is wel aardig wat betreft cadeautjes. We krijgen een recept om zelf Pokéballs te maken. Daarvoor hebben we 1 Apricorn en 1 Tumblestone nodig. Ze kunnen zelf craften. Heel nice. En we krijgen 3000 Pokémonies. Oh my gosh. Oh my gosh. Celine, dankjewel voor dit alles. En nu gaan we leren craften. Maar dat doen we in de volgende aflevering. Dus doe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En deze vette serie. Knal je belletje aan. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!